Michel, hoe ging hij? Ja, heel goed. In het begin van de wedstrijd werd er niet echt gelopen, eigenlijk niet. Er liepen zelfs nog vrouwen om ons heen. En dat kwam mij op zich wel goed uit, want ik hoopte wel een beetje erin te rollen. En op een gegeven moment gingen de Kenianen wel hard versnellen. Toen dacht ik, één moment laat ik nog even meegaan, want ik wist dat op een gegeven moment een stukje weer tegenwind kwam. Maar die mannen gingen gewoon voor, op dit moment gewoon even te snel voor me. En toen heb ik eigenlijk met drie Belgische jongens gelopen. Nou, uiteindelijk was er eentje nog te sterk. Maar ik ben heel tevreden. Dit was voor mij wel even een test om te kijken of ik op hoog tempo ook het kon volhouden. En ook op het juiste moment beslissen om een gast terug te nemen. En dat lukte goed. Ik besloot op een gegeven moment, zag ik dat een Belgische jongen forceerde. Ik wachtte even, hield stabiel tempo en haalde hem weer in. En dat is een goed teken, zeg maar, om te doen. Ja, hier entree weer, hè? Ja, super. Ik had me voorgenomen twee dingen. Ik wilde wedstrijdspanning weer ervaren. Daar doe ik het voor. En genieten. En het is heel bizar dat ik gewoon nog meer... Ik kan al van wedstrijden genieten, maar nu nog meer. Hoe fit ben je? Nou ja, best wel oké. Dit is al... Ik ben nu 2,5 maand eigenlijk in training. En van 30 kilometer nu uitbouwen naar 140. Dan merk ik toch dat ik heel snel weer goede stappen neem. Maar naar mijn oude niveau, dan zal het nog eventjes afwachten. Wat is het volgende station? Sorry. Wat is het volgende station? Ik ga over 2 weken haasten in de Rotterdam Marathon. En tegelijkertijd wil ik dan vormbouw tonen voor de Europese kampioenschap in Zurich. Ik moet ergens doorkomen onder 1,7. En dan probeer ik vooral ook een Belgische collega van mijn sponsor New Balance, een teamgenootje, zo ver mogelijk op weg te helpen en ook naar de Europese kampioenschappen te loodsen. Maar in Zurich staat er dan weer Michel Butter die er helemaal voor gaat? Ik hoop het wel, ja. Het is voor mij altijd een droomdoel geweest. Een flinke kink in de kabel nu wat betreft die stressfactuur, maar ik ga er alles aan doen zonder te forceren. Maar wel alles aan doen om weer zo dicht mogelijk op mijn oude niveau te komen. En daar kijk ik al naar uit. Top dat je er weer bent. Dankjewel. Dankjewel.